We beginnen vandaag in wedstrijd nummer 7 met een Nederhorst C1 2.0. De 2.0, dat omdat wij moeizaam tot voetballen komen. En dat koste wat koste toch willen. En dat betekent dat we, het zal niet altijd even goed gaan. Maar we hebben tot aan de winterstop om, om daar in ieder geval stappen in te gaan maken. Het idee is één stap achteruit om uiteindelijk er 3 vooruit te kunnen gaan. Vandaag spelen we tegen Breukelen. Een mooie tegenstander om daarmee te starten. En we zullen beginnen in de opstelling met Pim op de goal. Laatste man Jesse, voorstopper Pepijn. Linksback Gijs, rechtsback Jelmer. Centraal in het midden op 6 Thomas, op 10 Tijmen. Linkshalf komt dan Bart, rechtshalf Wessel, voorin Job en Daan. Kom maar, druk! Daan, doe even mee! Oh, Jochem! Breed uit, breed, breed! Tempo, Toon, tempo! Pepijn, 3-1 gewonnen. C1 2.0. Ja. Hoe ging het? Ja, ging wel lekker. We speelden goed drinkjes en wat? En goed over de flank gespeeld ook. Ook vaak door het midden, kans gecreëerd. Voor jou een hele goede wedstrijd spelen vandaag. Als voorstopper, je kwam goed inschuiven. Ja, dat was wat we moesten nu. Ging erg goed. Ja. Een paar schotkansen, veel druk naar voren. En een goal. En een goal, precies. Nou, lekker. Zo gaan we door.